Ik werk als wethouder aan de groei van de stad, maar ja. ik draag er ook zelf een steentje aan bij. Jeroen, welkom. Diplomaat, goedemorgen. Goedemorgen. Ik kom even de expositie bekijken. We zien hier 1, 2, 3, 4 werken ja. van AKI-studenten. In dit geval is het Peter Kool. Mijn idee was eigenlijk van ja, ik leg contact met de AKI en vraag hun of ze mij eens kunnen helpen hierbij. Want ik zou het leuk vinden om talentvolle kunstenaars een plek te geven. Waar kun je die vraag beter stellen dan bij de AKI? En zij kwamen met deze kunstenaar aan. Maar de gewone inwoner, dat zou leuk zijn als die het ook zou kunnen komen ja, kijken, nou, ik heb die vraag logistiek niet, een beetje moeilijk misschien. Ik heb die vraag nog niet gehad, maar nee. Als mensen dat echt willen, dan laat ze vooral even contact leggen, want mij betreft mogen ze komen kijken. Ja. We zijn hier ook een beetje om jaar na dato, het college zit een jaar, om even terug te kijken. Laten we even weer op stap gaan. Hey Jeroen, een jaar geleden, precies bij het aantreden van het college, stond een cadeautje ja, bij je voor de deur. Dat klopt. Voor Wout. Ja. Hoe is het met Wout? Ja, hartstikke goed. Ja. Groeit hard. Is inmiddels alweer iets ouder dan een jaar, dus dat gaat snel. Ja. Maar wat ik hoorde. Ja. Zeg maar. Hij krijgt een zusje. Hij krijgt een zusje, wat ja. leuk. Ja, dus ja. Ik werk als wethouder aan de groei van de stad, maar ja. ik draag er ook zelf een steentje aan. Ook de ambitie van de stad, hè? Ja. Groeien naar uiteindelijk ja. 160.000. Dus, 170. 170, ja. We staan nu op het Wilmingplein, Wilming Theater. Hier gaat ook wat gebeuren. Ja, hier gaat veel gebeuren. Ja. We staan hier eigenlijk voor wat de nieuwe ingang moet worden van het gebouw. Die zit nu een beetje weggestopt aan de zijkant. Benninggade. Ja, ja. En als het allemaal gaat lukken, dan zou uiteindelijk ook onze bibliotheek in dit gebouw trekken. Dan staan wij hier tussen dromme mensen die boeken komen lenen en mooie dingen komen doen in de bibliotheek. Ja. Dat geeft wel veel meer levendigheid aan deze plek. Hey, we lopen even door naar Metropool. Als ik het goed heb, maar jij weet het beter dan ik. Stonden een jaar geleden hier nog de letters ATTAC ja. Op de gevel, ja. Hoewel het formeel toen al Metropool was. Wat is hier nou veranderd? Nou ja, hier zit een poppodium, zeg maar de locatie Enschede van Metropool. Ja. En er zit één organisatie achter, een hele sterke organisatie die het goed doet. Wat heel belangrijk is in die muziekwereld, is dat je als organisatie goed bekend staat. En als een artiest hier naartoe komt, wil die zeker weten dat die zaal ja. uitverkocht raakt. Dat goed voor elkaar is, want voor artiesten is het belangrijk om zo'n concert uit te verkopen, ja. Want dan sta je er goed op. En op het moment dat je dat in die samenwerking kan doen, is zo'n organisatie gewoon sterker en die staat er gewoon goed op bij de boekers. Je moet een goede naam hebben bij impresario's. Ja. En ja. Metropool is een hartstikke goede naam. We staan op een plek waar de verandering van de stad echt heel erg zichtbaar is. Ja. Om de hoek de Melkhal. Ja. Even kort, wat mogen we daar verwachten de komende jaren? Ja, Melkhal wordt echt een bruisende plek om te mengelmoes van alles. Dus er komt ja. bonen omheen, er komen winkeltjes, werklocatie. Het is echt eigenlijk met respect voor het oude erfgoed. Ja. Hier de Dunningstraat, achter ons Bottenkamp, ja. nagenoeg klaar zeg maar. De Aldi. Ja. Een beetje gedateerd pand, dat gaat eraf. Ja. Op de hoek, woningbouw, vertel. Het Lassonde driehoek, daar komen mooie huizen, een paar grondgebonden woningen, appartementen. Nou, deze Aldi gaat weg, hier komt ook woningbouw en er komt een wat stedelijk wijkje voor terug. Wat heel goed aansluit bij de prachtige villa's die je in de Bordenkamp ziet staan. Dan heb je gewoon echt al een mooie upgrade voor de Deuningenstraat. Nou, daar verderop het voormalige Arkenpand waar appartementen in komen. Er zijn er zo een paar plekjes langs die Deuningenstraat die veel mooier worden. Een paar meter verderop aan de Dunningenstraat, waar de energietransitie echt letterlijk vorm ja. krijgt. Achter ons van die gigantische buizen, het warmtenet. Ja. Hoe werkt dat? Heb je enig idee? Nou ja, ik woon zelf in de wijk Roombeek, dus ja. ik zit ook op het warmtenet. Deze buizen die je hier ziet, die zijn bedoeld om dat warmtenet in Roombeek te koppelen aan Twents. Zodat je daar eigenlijk warmte in stopt die duurzamer is van oorsprong. En dat is eigenlijk wat warmtenet doet, dus zorgt ervoor dat warmte naar je woning wordt getransporteerd en dat je niet meer op een gasketel hoeft te zitten. Aan de ene kant, dit is een opgave die we vanuit het Rijk hebben om van het gas af te gaan en te verduurzamen. Aan de andere kant, ja, als je dat goed wilt doen, dan is daar ook geld voor nodig. We kunnen ook niet alles op onze inwoners afwentelen en dat willen we ook niet.
Dus er moet ook wel boter bij de vis. Dus wij hopen ook wel dat er vanuit het Rijk de komende jaren daar ook wel middelen voor komen. Ja. Hoe lang domineren deze buizen het stadsbeeld nog? Niet alleen hier, maar ook op de Blijdensteinlaan, ja, andere plekken in de stad? Ja, ze liggen nu klaar en ze gaan binnenkort onder de grond. Dus dan moeten ze weg zijn. Een paar jaar dat je nog wethouder bent, is de stad nog volop in ontwikkeling. Ja, nou, en ik hoop dat ik hem daarna, hoe lang dat duurt, dat weet je nooit, maar achter kan laten. En dan ziet hij er een stukje mooier en beter uit. Werk aan de winkel. Ja, okay. Zeker. Ga aan de slag. Ga ik doen. Bedankt.